Ja, excuseer. Druk, alleen omdat ik brandjes ontblussen. Ja, waarschijnlijk veel interviews aan het doen, ja. Wat? Hè? Nee, brandjes blussen, hè. Maar dat wij niet meer buiten mogen met dat gedoe in Brecht doen en als schietoefeningen naar binnen. Vergaders al twee stond er dus in de fik. Maar goed, allez. Kom, doe maar. Ja, Lander Kobbaert, woordvoerder van Defensie. Hoe is dit kunnen gebeuren? Kijk, het is natuurlijk in het belang van het land dat onze recruten schietoefeningen doen. Het is nooit onze bedoeling geweest. Sorry, een voorbeeld. Blijft die meneer heel de tijd staan? Of? Godverdomme, Wouters, alstublieft, met je camouflage zeer voor altijd. Allee, bol af, jong. Sorry, de camouflage techniek moet dan ook binnen doorgaan. Wouters, wacht eens. Kom eens. Zeg, qua camouflage, heb jij een idee hoe ik hier een natuurramp kan camoufleren? Nee, maar ook niks, hè, voor wat bol af. Ja, sorry hoor. Hoe het juist gebeurd is, is voorlopig nog voorwerp van onderzoek. Maar ik ga niet ontkennen dat het mogelijk onze schuld is. Mogelijk onze schuld. Het is ons schuld, hè. En in het begin waren dat een paar kleine vlammetjes. Dat was niet erg. Dan hebben we de drinkbus genomen van sergeant De Greef om dat te blussen. En daar zat vodka in. Heel dat bos weg. En ook, het is een van mijn taken om de mensen warm te maken voor Defensie. En wel, ik denk dat wij in de omgeving van Brecht heel veel mensen warm hebben gemaakt dit weekend, hè. Het was wel eten, hè. Heel Antwerpen verduisterd met die rookpluim. Maar goed, Antwerpen is dat wel gewoon om af en toe te verduisteren, hè. Siam. En graag zou ik langs deze weg ook nog eens onze oprechte excuses aanbieden aan alle geëvacueerde buurtbewoners van de aanpalende woonwijk. Beste mensen van Brecht, het spijt ons. Het spijt ons. Ze zouden ons moeten bedanken. Ja, ze mochten allemaal bij vrienden of familie gaan slapen. In coronatijd. Plezant, toch? Dank u, Defensie. Natuurpunt wil nadat we geen schietoefeningen meer doen tussen april en september. Ik zeg, oké, mannen, dan doen we het tussen oktober en maart. Dat zijn dan wel de koudste maanden, maar bij Defensie kunnen wij er tegen, hè. Pakken wij een vuurkorfje mee en het is opgelost. Ja, is er nu een imagoprobleem bij Defensie? Ik denk het niet. Defensie doet ook zoveel goede dingen. Humanitaire missies, het ontmijnen van landmijnen over de hele wereld. Daar mag ook wel eens een beetje aandacht aan gegeven worden, denk ik. Oké, we hebben nu een fout gemaakt, maar ik kan u verzekeren, dat gaat geen tweede keer gebeuren. Wat? Ja, korporaal, excuseer. Ja? Ik vroeg mij nog af, vlees of vegetarisch? Voor wat? Voor de jaarlijkse barbecue op de Kalmthoutse Heide. Hé, hey, mannetjes, allez, denk nou eens twee minuten na. Vlees natuurlijk. Vegetarisch, wat gaan ze erop leggen? Salaat. Goed. Zeg, heb je al alles? Ja? Oké. Okay. Mannetjes, maak er iets schoon van, hè. Wouters, wacht eens. Hé. Hey. Zeg, zijn er ook van die spekfakkels voor op de barbecue? Dan mag ik geren. Ja? Ah, super. Twee.